Je luistert naar FBS Talks, de podcast compleet voor en door de leden van FBS met als doel om jou te informeren en te inspireren door middel van verhalen van onze studenten. Wat maken zij mee? Je hoort het in FBS Talks. Welkom, mijn naam is Stijn de Ridder en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van FBS Talks, van student naar professional. In deze aflevering ga ik samen met Jesper Hofs in gesprek met Manon van Gaal. Manon had in het begin van de opleiding Facility Management al gauw haar droom ontmoet. Ze wilde namelijk heel graag de evenementenbranche in. Manon heeft haar management en haar afstudeerstage bij het Wilming Theater gevolgd en bleef op die manier ook heel erg mooi verbonden met de evenementenbranche. En na afstudeer te zijn heeft ze uiteindelijk de grote stap gezet om te gaan ondernemen. En dat gaat eigenlijk kei goed. In deze aflevering hoor je de geweldige verhalen van de absurde situaties die Manon heeft meegemaakt. Zoals een van haar eerste klussen, de NAVO-top in Brussel, waar dus alle grote wereldleiders samenkomen. En wat doe je bijvoorbeeld als je de artiesten van de Black Eyed Peas niet kan voorzien van champagneglazen en ze weigeren op te treden als ze deze niet krijgen? Kortom, ze maakt dus echt heel veel bijzondere dingen mee. Manon is een mooi voorbeeld van het blijven volgen van je eigen pad en het blijven streven naar je eigen dromen. Je hoort Manons verhaal van student tot freelancer in de evenementenbranche. Welkom bij FBS Talks. Nou Manon, van harte welkom bij FBS Talks. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Leuk dat je de tijd hebt genomen om met ons in gesprek te gaan. We zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal van je laatste studiejaar tot daar waar je nu bent. Maar hoe gaat het verder? Ja, goed. Als professional in de evenementenbranche was het natuurlijk wel eventjes een bijzondere periode. Maar gelukkig... zie je nu wel weer dat de switch steeds meer komt naar online. En dat we nog wel lekker gewoon bezig kunnen blijven, zeg maar. Dus dat is wel fijn. Kijk, mooi zo. Mooi zo. Daar gaan we zeker straks verder over praten. Over de evenementenbranche waar jij in zit. Een heel spannende branche momenteel. Maar eerst hebben we altijd een openingsvraag voor al onze respondenten. Wat is jouw grootste ambitie? Goeie vraag. Mijn grootste ambitie is... Dit gaat heel zweverig klinken, maar gelukkig blijven. Kijk, ben je ook gelukkig momenteel? Ik ben enorm gelukkig, ja. Dat is alleen maar mooi. Heeft dat ook deels te maken met het werk wat je doet? Jazeker, want juist met het werk wat ik doe is dat ik mensen ook heel erg, dat ik andere mensen ook heel erg gelukkig kan maken. Dus mensen gewoon echt een super fijne tijd kan laten beleven. En daar krijg ik zoveel energie van. En daar word ik zelf ook weer heel gelukkig van. Dus ja. Gaaf, gaaf. Ja, vertel, wat doe je nu precies? Heb je even? Ik doe van alles. Nee, ik ben ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf, Eventgenoot. En daarmee ondersteun ik organisaties die evenementen organiseren. En dat doe ik op het gebied van concepting. Dus meedenken over wat voor concepten je kunt bedenken. En hoe je de klantreis zeg maar zo optimaal mogelijk kunt krijgen. Maar ook een stukje marketing en soms ook een stukje productie of uitvoering. En die drie onderdelen wissel ik eigenlijk continu af. Wat het ook lekker afwisselend maakt en heel leuk maakt. Dat is in een notendop wat ik doe. Mooi. Ja, dan zijn wij natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij terecht bent gekomen op de positie waar je nu bent. Meestal vragen we ook, of beginnen we bij het vierde jaar. Van hoe is jouw vierde jaar gestart? Maar... Ja, je hebt natuurlijk Facility Management gestudeerd en dan heb je al eerder het vak evenementenorganisatie. Is het daar al begonnen eigenlijk met die ambitie om in de evenementenbranche te willen werken? Ja, enorm. Ik had, het is wel grappig, zeg maar, toen wij op de allereerste dag bij elkaar kwamen als klas, toen vroeg onze mentor geloof ik van... Wie van jullie allemaal wil hier in de evenementenbranche terechtkomen? En bijna iedereen stak zijn vinger op en toen zei hij... Dan heb ik nieuws voor jullie, want waarschijnlijk maar 1 of maximaal 2 personen van deze klas gaan daadwerkelijk daar terechtkomen. En toen dacht ik al, ik wil dat echt heel graag. Maar goed, misschien is het gewoon niet voor mij weggelegd. En toen kregen we het vak evenementenorganisatie. In het tweede jaar was dat geloof ik, of het eerste jaar zelfs nog. En ik ging meteen helemaal op aan. Ik dacht, dit is wat ik wil doen. Ik vond het superleuk. Ik had in het verleden, toen ik nog wat jonger was, had ik al vaker al wat kleine evenementjes georganiseerd. Voor mensen in mijn omgeving en mensen die gingen trouwen en zulke dingen. En ik dacht ook echt, ik moet me echt laten zien tijdens die vakken. En ik moet daar echt alles uit gaan halen. Dat heb ik dus gedaan.
We hebben toen uiteindelijk met ons event, wat we toen moesten organiseren, een evenement in de Deventer Schouwburg georganiseerd. Waar ik, ja, dat vond ik echt helemaal te gek. En toen ben ik volgens ook nog als assistent-docent bij Sax Events aan de slag gegaan in het derde jaar. Dus om mijn eerstejaars te begeleiden. Netjes. En toen kreeg ik superveel leuke feedback daarop. En mensen zeiden, oh, te gek. En ik zie jou nog wel die kant in gaan. En toen dacht ik, oh, zou het dan toch lukken? Dus dat was echt leuk. Ja, was een goede basis. Kijk. Neem jij dan de rol op van projectleider? Of hoe zit jij in dat team? Nu bedoel je? Nee, destijds. Nam je toen al de rol van projectleider op je? Of hoe zat dat? Even denken. Nou, bij het fictieve evenement, moest je een fictieve evenement organiseren. Daar was ik nog een beetje terughoudend. En ik geloof dat onze assistent-docent destijds zei, Manon, volgens mij zit er veel meer in jou. Ik ga jou projectleider maken. En toen dacht ik, oh, help. ik bloeide helemaal op. Ik vond dat superleuk. En mijn andere vakken moesten er een beetje onder lijden. Want ik was alleen maar met eventmanagement bezig. Kijk. Nice. Ja, in het eerste en tweede heb je dan evenementenorganisatie, in het derde niet meer. Vond ik ook best wel jammer, want het is een heel leuk vak. Jij hebt het toch voor elkaar weten te krijgen om dan in die evenementenbranche bezig te zijn. Heb je dat ook in het vierde jaar kunnen doen? Maar mijn pad is wel iets anders gelopen. Want ik heb mijn stage dus gedaan in het derde jaar. En toen heb ik dus gesolliciteerd op een stagefunctie binnen het Wilming Theater in Enschede. En daarbij hielp al heel erg dat ik dus weer dat evenement in de Deventer Schouwburg had gedaan. En ik heb daar mijn stage volbracht. En in die periode, het was op de marketingafdeling trouwens. In die periode ging ook net de marketingmedewerker weg. En die werd opgevolgd, maar daar zat nog een maand tussen. En toen zeiden ze, Manon, wil je dan niet nog even die maand opvangen? Nou, dat is prima, dat heb ik gedaan. En toen had ik best wel wat rotklusjes en zo naar me toe getrokken. Oh, doe ik wel. En toen kwam de nieuwe medewerker en die zei, ja, shit, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in die rotklusjes. Wil je niet voor 8 uurtjes in de week hier blijven werken? Nou, dus ik was super blij. Dus dat was mijn bijbaan tijdens de studie. Die 8 uurtjes werden op een gegeven moment 16 uurtjes. En dat werden op een gegeven moment 24 uurtjes. En toen dacht ik, oh, dit gaat de verkeerde kant in, want mijn studie is er ook nog. En toen heb ik dus besloten om mijn studie om te zetten naar een deeltijd variant van FM. Aha. Maar dat geldde eigenlijk alleen maar voor 1 semester. Ik had nog 1 semester lessen en daarna was het een semester afstuderen. Maar ja, dan kon ik dus 's avonds de lessen volgen en overdag gewoon werken in het theater. Kijk, gaaf. Best wel, ja, als het kan. Als je voor een semester even kan switchen. Ik wist helemaal niet dat het kon trouwens. Dat was wel ideaal. Kost wel even wat moeite, maar het is gelukt. Ja, netjes. Bleef je dan ook die rotklusjes overhouden in die 24 uur dat je daar aan het werk was? Of kreeg je wel naarmate van tijd de betere klusjes? Nee, ik kreeg naarmate de tijd wel betere klusjes. Eerst deed ik echt wat ondersteunende marketing dingen. Op een gegeven moment begon ik ook steeds meer voor de afdeling die de boekingen deed te werken. Dus op een gegeven moment was ik echt programma's aan het samenstellen, artiesten aan het bellen. Dat vond ik helemaal te gek natuurlijk. Dat is eigenlijk zo doorgerold. Ik heb uiteindelijk mijn afstudeerproject wel op de marketingafdeling gedaan. Maar daarnaast werkte ik dus ook voor de afdeling artistieke zaken, zoals je dat dan noemt. Dus het werd steeds leuker, ja. Kijk, en als je dan kijkt naar wat je geleerd hebt tijdens evenementenorganisatie, eigenlijk tijdens de hele eerste 2 jaar van jouw opleiding binnen FM, legde dat een goede basis voor de werkzaamheden die je deed bij het Wilming Theater? Dat is een goede vraag. Niet zozeer theoretisch gezien, denk ik. Omdat het dit is echt een theater, dat werkt toch weer anders dan dat je een evenement organiseert met een draaiboek. Maar wel de skills die je daar ontwikkelt. Een stukje projectmanagement, een stukje logisch nadenken. Ook echt het netwerken. En waar ik nu nog steeds heel veel aan heb, is in die klantreis stappen. Dus we hadden op een gegeven moment de opdracht dat je dat als een soort van film, zeg maar, de klantreis moest doorlopen. Die gebruik ik echt nog heel vaak tijdens mijn evenementen. Ja. Oh ja. Dat is de guest journey. De guest journey, ja. Ja, goeie. Ja. Ik weet nog wel dat wij zo'n filmpje moesten maken. Moest met SketchUp volgens mij.
Nou ja, mijn filmpje vloog door alle muren heen, helaas. Maar goed. Zou je me net zien. Ja. Maar gaaf, oké. Okay. Hoe was dat niveauverschil tussen stage, of les hebben op deeltijd en uiteindelijk afstuderen? Merkte je dat je er klaar voor was? Of was het toch nog een pittig afstudeertraject? Ik vond het best wel pittig. Maar dat komt ook wel omdat ik, nou ja, eigenlijk intussen daar bijna fulltime werkte. En in één keer moest ik gaan zeggen, ja jongens, met 2,5 dag in de week moet ik echt wel aan mijn afstuderen zitten. Maar ja, je voelt je ook verantwoordelijk voor je baan. Dat was heel ingewikkeld. En ik vond het vak onderzoek, en ik weet niet precies meer hoe dat heette, het eerste of in het tweede jaar, vond ik niet super interessant. Dus heb ik ook niet zo goed opgelet. En toen moest ik gaan afstuderen. En toen dacht ik, oeps, ik heb toch al die kennis en info nodig. Ik vond het nog op zich wel een pittige overstap, moet ik zeggen. Maar dat komt denk ik voornamelijk door een combinatie van meerdere dingen. Ja. Jij hebt natuurlijk nog afstuderen op de oude manier gedaan. Zoals in 2020 is het traject een beetje in een nieuw jasje gestoken. Maar destijds moest dat gewoon nog met een vraagstelling en een marktonderzoek. Waar ging jou, of wat was de vraagstelling in jouw afstuderen? Dat ging over het vergroten van de loyaliteit van theaterbezoekers. Dus okay. Hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen die 1 of 2 keer zijn geweest, dat je die na 3 of 4 keer kunt krijgen. Of die 4 of 5 keer zijn geweest, 6 of 7 keer kunt krijgen. Dus hoe je ze aan je merk kan binden, zeg maar. Ja. Ja. Merk je dat er echt wat mee gedaan werd met je verslag? Nou, ik vond zelf dat ik echt een supergoed verslag had gemaakt natuurlijk. Nice. Ik was op een gegeven moment naar het hoofdkantoor van Holland Casino gegaan, daar een gesprek aangevraagd, omdat zij natuurlijk een supergoed loyaliteitsprogramma hadden naar andere theaters door het hele land om te vergelijken. Maar op het moment dat mijn verslag uitkwam, kwam er ook net een nieuwe marketingmanager en lagen de prioriteiten wat anders. Dus ik weet eigenlijk niet uiteindelijk of er daadwerkelijk iets mee is gedaan. Nee. Oh, vreselijk. Nee. Tenminste, wat vind je er zelf van? Ja, weet je, het was natuurlijk leuk geweest als ze daar wat mee hadden gedaan. Ik had echt een heel opzet voor een systeem uitgewerkt en hoe dat dan eruit zou moeten zien. Van de andere kant had ik wel continu tijdens het afstuderen in mijn hoofd, ik doe dit puur om mijn papiertje te krijgen. Dus dat was gewoon mijn main goal, zeg maar, daarmee. En ik had gelukkig hele fijne begeleiding. En ja, wat dat betreft is dat gewoon goed gekomen. En ik weet eigenlijk niet, ja, wat ik al zei, ik weet niet of ze er iets mee hebben gedaan. Ik heb er zelf wel heel veel van geleerd. Dat is wel echt heel fijn, ja. Dat is ook wel het belangrijkste, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat ik ook wel interessant vind trouwens, wat je net zei, je werkt daar eigenlijk als stagiair. En je moet 2 dagen, of je wil het liefst 2 dagen, aan je verslag werken. Maar je moet ook je werkzaamheden doen. Ik hoor nu al misschien wat vragen opkomen bij luisteraars van, ja shit, dat probleem heb ik ook. Ik zit bij een bedrijf en ik krijg maar taken op me afgegooid, terwijl mijn focus bij het afstuderen moet liggen. Hoe heb jij dat ervaren? Heb je daar nog tips voor toevallig? Ja, dat is een goeie. Dat was in de periode dat thuiswerken nog niet zo heel erg in was. En ik merkte dat op een gegeven moment had ik, nou ja, was ik zeg maar op 3/4 van de tijd die ik had. En ik was eigenlijk nog niet heel veel verder dan mijn plan van aanpak. En toen zei ik, jongens, sorry, maar er moet nu echt wat veranderen. En daar heb ik er dus voor gekozen om die 2 dagen in de week ook echt thuis te gaan zitten en thuis eraan te werken. Of als ze per se wilden dat ik wel aanwezig was, echt in een ander kantoor gaan zitten. Wat ik zei, dit is ook in jullie belang, want je hebt hier een hele ongelukkige medewerker als ik nu niet afstudeer. dus ja, ik ben op een gegeven moment gewoon dat gesprek aangegaan van, ja, op deze manier werkt het niet. We zaten in een soort van kantoortuin met meerdere mensen. Ja, dan kun je gewoon niet focussen. Nee. Dus mijn tip zou echt zijn van, als je dat dus hebt, werk op het kantoor als je aan het werk bent en werk eventueel thuis of in een ander kantoor als je aan het afstuderen bent. Ja. Goed dat je dat gewoon hebt aangegeven. Merkte je daarvoor dat je iets van spanning had om dat aan te geven of niet? Ja, ergens wel. Niet zozeer spanning omdat ik het niet durfde, maar ik vond mijn werk gewoon veel te leuk. Ja. dus ik dacht elke keer, ja, vanmiddag om 1 uur ga ik echt naar huis om daar aan te werken. En dan was het 1 uur en dacht ik, ah, nog even dit, oh, nog even zus, oh, nog even zo.
En voor ik het weet was het 4:30 en zat ik er nog steeds. Dus het was meer voor mezelf, denk ik, dan dat ik het niet durfde aan te geven of zo. Ja, oké. Ja, wel positief in ieder geval dat je je werk hartstikke leuk vond. Ja. Zeker, ja. Zeker goed. Je hebt ook mensen die natuurlijk een beetje met tegenzin de werkzaamheden afronden of zo snel mogelijk willen afstuderen, want dan zijn ze er vanaf. Mm-hmm. Je zei net al, ik wil zo graag mogelijk dat papiertje hebben. Nou, je had het papiertje uiteindelijk. Ja, wat dan eigenlijk? Wat gebeurde er toen? Ja, voor mij veranderde er eigenlijk in dat opzicht niet zoveel. Want ik bleef dus gewoon in het theater werken. De focus die ik had kwam wel wat meer te liggen op op boekingen, zeg maar, doen. Ik werd officieel de titel stadsprogrammeur. Dus ik organiseerde allerlei projecten voor en door de stad. Dus die marketing heb ik eigenlijk helemaal laten liggen. En dat heb ik een jaartje gedaan. En toen ging ik wel nadenken van, ja, oké, ik ben hier nu wel zo ingerold. En dat theater hartstikke leuk. Maar is dit ook wat ik voor de langere termijn wil blijven doen? En ja, toen ben ik me dus wat meer gaan oriënteren van, wat zijn er nog meer voor opties? Ik heb nog heel even gedacht om dus bij een marketingbureau te gaan werken. Omdat ik daar wat meer theoretische kennis wilde opdoen. Dat heb ik ongeveer 1 week gedaan. En toen dacht ik, nee, dit is echt helemaal niks voor mij. En dat was het punt waarop ik eigenlijk iets ging doen wat ik al jaren stiekem ergens wel van had gedroomd. En dat is me inschrijven bij de KVK. Als ondernemer, ja. Kijk. Netjes. Hoe ging dat? Afscheid nemen van een normale baan en echt voor jezelf beginnen, waar je je eigen uren in moet delen, echt volledig zelfstandig aan het werk moet zijn. Was dat een groot verschil? Had je daar moeite mee met die transitie? Ja, het was vooral natuurlijk wat enger, omdat je gewoon geen zekerheid hebt van, ik heb een vast contract, dus de komende maanden komt er niet voor elke maand geld op mijn rekening. Dus dat was een beetje eng, maar het was echt de vrijheid. Zodra ik dat papiertje in de hand had van, ik mag nu gaan freelancen, zeg maar, voelde ik wel een enorme druk van mezelf afvallen. Ik pas niet zo heel erg in het 9-tot-5 leventje. En dat was in het theater natuurlijk überhaupt al wat minder, denk ik, dan in reguliere kantooromgevingen. Maar nu kon ik echt doen wat ik leuk vind. En ik vind het gewoon superleuk om allerlei verschillende soorten dingen tegelijkertijd te doen. Waardoor ik, weet je wel, korte spanningsboog. Mm-hmm. En ja, ook al is het theater geen dag hetzelfde, uiteindelijk kwam er toch een soort van routine in. En nu kon ik als freelancer dus allemaal verschillende dingen doen. En eigenlijk ging dat vanaf dag 1 echt als een speer. Mijn eerste opdracht was bijvoorbeeld bij de NAVO in Brussel. Dat was een summit waar alle wereldleiders bij elkaar kwamen. Dat was mijn eerste opdracht om daar de productie van te gaan doen. Bizar. Oké. Okay. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is. Ik heb nooit zo bewust genetwerkt. Maar ik heb wel altijd, als ik dus met iemand contact had, een beetje in die wereld, dan altijd een beetje de contacten onderhouden. Dus dikke tip. Want toen heb ik dus op een gegeven moment iemand die ik dus via theater ken een berichtje gestuurd van, hey joh, ik weet dat jij ook ondernemer bent. Ik sta op punt om me in te schrijven. Mocht je een keer wat horen, dan laat het me weten. En toen zei ze, ik bel je over 5 minuten. En toen dacht ik, wat heb ik gedaan, weet je wel? En toen zei ze, ja, wat doe je volgende week? Ik zeg, nou, nog niks. Ja, heb je zin om naar Brussel te komen? Ik zeg, nou, ik kom eraan. Zo is dat gegaan. Dus, ja. Zo. En toen? Ja, shit. Ja, je hebt in het verleden natuurlijk wel een draaiboek gemaakt. En je hebt natuurlijk al wat ervaring opgelopen bij het theater. Maar de NAVO-top, daar een evenement organiseren, dat klinkt ook weer als een gigantische stap. Dat was het ook. En ik had dus eigenlijk heel weinig tijd om me erop voor te bereiden. Ik had geen idee wat ik kon verwachten. En ik weet nog dat ik de eerste dag op dat kantoortje zat. We zaten in een soort van tijdelijke kantoorunit, zeg maar, op de parkeerplaats. En toen kwam er iemand van de werklui naar mij toe en die zei, waar is de sleutel van de Manitou? En ik denk, wat is een Manitou? Maar dat is dus blijkbaar zo'n apparaat waarmee je dingen kunt optillen. Ja. Ja. Dus ik heel snel googelen, Manitou, hoe zien die eruit? Oké, sleutel. Ja. Zo ben ik die week een beetje doorgestumbled, zeg maar. Ja. Ik heb hetzelfde gehad eens een keer. En ik wist niet hoe ik Manitou moest spellen. Dus ik kwam er nog steeds niet uit. Vreselijk. Oh. Ja,
Geweldig. Maar gaaf, was dat een groot evenement bij de NAVO? Of werkte je samen met andere freelancers om daar iets moois van te maken? Ja, dat was echt... Het zal niet het grootste evenement van de wereld zijn. Ik denk qua productie en qua uitvoering wel een van de grootste. Ik bedoel, Trump kwam, alle wereldleiders, zeg maar, van alle grote. Dus de mensen die daar zaten, sommigen zaten daar al 3 maanden in dat kantoorgebouw op die parkeerplaats. Even denken, ja, ik kan er ook weer niet veel over zeggen, want het is natuurlijk wel weer een gevoelige klus. Maar in ieder geval... FBI. Ik ga dat heel enthousiast vertellen, maar er zitten wel wat haakjes en oogjes aan. Maar goed, het was in ieder geval een enorm project. Wat echt enorm veel aanlooptijd nodig had. En natuurlijk ook qua beveiliging en zo. En qua maatregelen, dat was echt extreem. En nou ja, elke stap die je zette, zag je weer een nieuwe camera hangen. Ja, dat hoort erbij als je op dat terrein bent. Mm-hmm. Ja. Wat voor punten maakt hij daarmee? Omdat je natuurlijk, dat als dat is... iets is waar je mee begint. Dat is heel pittig, lijkt me. Best wel een ruig pad, lijkt me dat, om te belopen. Wat was hetgene wat je daar meenam, waar je toen al iets van leerde? Kansen pakken. Ik had 101 redenen gehad om op dat moment aan de telefoon tegen haar een smoesje te bedenken met nee, ik kan niet. Of nee, sorry, ik heb al wat anders gepland. En ik dacht gewoon, ja, dit is nu een kans. Ook al ga ik het volledig verknallen. Als ik nu nee zeg, dan ga ik daar zo'n spijt van hebben. En ja, gewoon een beetje bluffen. En je slaat je er zelf echt wel doorheen. Dat is wel echt wat ik daarvan heb geleerd. Ja. Mooi. Nice. Mooi. En hoe ga je vanaf daar verder? Je hebt bijna de top al bereikt. ga je nog verder omhoog? Wat heb je verder gedaan? Heb je meer gefocust op dat soort evenementen? Echt? Van dat soort gigantische evenementen? Heb je ook kleine bedrijfsevenementen gedaan? Hoe ging het verder? De meest makkelijke stap voor mij om zeg maar klanten of opdrachtgevers te vinden was de culturele sector, omdat ik natuurlijk in Enschede in de culturele sector al had gewerkt. Dus mijn jaar daarna bestond voornamelijk uit van het ene naar het andere kantoor, elke dag op een ander kantoor van een opdrachtgever freelance werken. En toen merkte ik op een gegeven moment wel van oké, ik wilde meer vrijheid, ik wilde ondernemer zijn. En nu zit ik alsnog van 9 tot 5 op een kantoor, maar elke dag voor een andere baas. En toen kwam ik op een gegeven moment dus weer in contact met dat meisje die mij dus ook bij de NAVO erbij had betrokken. En die zei, Manon, heb je zin om mee te komen werken op Concert at Sea deze zomer? Dat zei ik, ja, gaan we doen. Dat werd uiteindelijk Concert at Sea, Royal Park Live, Douwpop, Zwarte Cross. Die zomer. Nou ja, dat vond ik super leuk om te doen. En ik dacht, nou, dat is voor mijn gevoel wel een perfecte mix. Tussen in de zomer lekker alle festivals doen. En dan in de winter wat meer, ja, de culturele opdrachten die wat meer op een kantoor zijn. Maar ik merkte al wel dat ik hou gewoon heel erg van muziek. Dus mijn focus richting de muziekwereld ging eigenlijk, ja, ik richtte me steeds meer daarop, zeg maar. En toen ben ik op een gegeven moment bijvoorbeeld voor Bevrijdingsfestival Overijssel gaan werken als programmeur. Dus de boekingen daarvoor gedaan. En toen mocht ik dus vorig jaar, ik sprong echt hoe noem je dat? Een gat in het dak. Want mijn ideale droomklant, daar mocht ik voor aan de slag. En dat was Mojo. Kijk. En ik zou dus, even denken, begin maart of zo, zou ik dus naar Down Rabbit Hole gaan om daar de voorbereidingen voor te gaan doen. En toen kwam die hele gezellige ziekte voorbij en werd aan ons gecanceld. Shit, ja. Dus dat was erg baan. Ja, zo. Heftig. Wel leuk dat je al die festivals ook opnoemt trouwens. Ik heb zelf ook in een evenementenbijbaantje gewerkt. Ik werkte bij P-Systems. Ja, ken ik. Voor de muntautomaten. Superleuk. Echt alle festivals af geweest. En het is echt een leuk wereldje, moet ik zeggen. Al die verschillende bedrijven samen. ZZP's, freelancers, bedrijven. Ja, het werkt allemaal samen. Het zit allemaal iets moois neer. Ja. Dat is heel gaaf. Maar goed, ja. Je zit in de evenementenbranche. Een van de gaafste branches waar je wel in kan werken. Totdat de corona komt. Shit. Ja. Wat nu? Hoe heb je dat ervaren? Want, viel het meteen stil of heb je toch heel snel kunnen schakelen?
Nou, het moment dat dit eigenlijk in één keer in een snelkookpan gebeurde, zat ik ook nog eens in Costa Rica. Dus eerst was ik gewoon heel druk met überhaupt naar huis zien te komen, omdat er wel geen vliegtuigen meer waren. En toen kwam ik thuis en ja, ik zat gewoon met mijn telefoon in mijn hand, want ik dacht elk moment kan iedereen bellen dat de hele boel wordt gecanceld. Nou, Bevrijdingsfestival Overijssel was de eerste op mijn agenda. Nou, daar wisten we al heel snel, 5 mei, dat gaat hem niet worden. Dus toen ben ik vervolgens heel druk, nou ja, de eerste paar weken was gewoon heel druk met alles weer cancelen wat we dus in de hele winter al hadden opgebouwd. Dus alle programma's, alle artiesten, alle afspraken met leveranciers konden we allemaal weer afbellen. En toen was dat gedaan en toen was het in één keer heel stil in huis, letterlijk. Ja. En daar heb ik ook wel heel even de ruimte voor moeten pakken om dat een beetje te verwerken, want ik keek zo ontzettend uit naar deze zomer. Ik zou nog een paar Goffertparkconcerten doen. En ja, ik had eindelijk het gevoel dat ik dacht van, oh ja, weet je wel, dit gaat echt helemaal zoals ik het wil. Maar goed, dat heeft denk ik tot mei of zo geduurd. Dat ik wel echt, ik had één opdracht die altijd doorliep. Die was op basis van een subsidie. Dus financieel hoefde ik me geen zorgen te maken. En ik dacht, nou, weet je wel, laat het rustig afwachten. Het wordt weer bijna zomer. En eigenlijk vanaf juni kreeg ik toch best wel heel veel aanvragen weer voor opdrachten. Soms wat kleine klusjes, al wat langer lopende klussen. Omdat juist in die branche heel veel mensen ook zijn ontslagen, helaas. Maar toch bleken dan weer meer werk te doen zijn dan ze eigenlijk hadden gedacht. En dachten ze, nou, dan gaan we mijn hond bellen, want die is lekker flexibel. Ja. En dat is eigenlijk zo doorgestoomd tot, zeg maar, nu. En ik ben me nu veel meer gaan richten op andersoortige evenementen. Dus veel meer evenementen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik werk bijvoorbeeld voor een internationaal trainer en coach die af en toe wat evenementjes en trainingen en zo wil organiseren. Voor een ander bedrijf die dus inderdaad workations organiseert, zoals dat dan heet, in het buitenland. Nu even niet in het buitenland, maar daar word ik ook gewoon heel erg blij van. Dus dat is een mooie voor nu. Ja. Je hebt je gewoon volledig aangepast aan de situatie eigenlijk. Ja, het duurde even, maar uiteindelijk wel. Ja, ja. Netjes. Ja. Wat ik wel grappig vind is, ik weet niet, er was een ander evenementgroepje volgens mij, als we helemaal terug gaan naar FM. Er was een evenementgroepje en die moest volgens mij een open dag organiseren. En echt de dag van tevoren kregen ze ineens te horen dat een heel belangrijk persoon uit het programma niet meer op kwam dagen. En dat was echt een shock. Het waren eerstejaars. Nou, shit, wat nu? En die docent die zei heel mooi, ja, dat hoort erbij bij de evenementenbranche. Je moet schakelen. Merk je dat ook? Het zijn natuurlijk heel veel creatievelingen daar in de evenementenbranche. Dat je echt moet schakelen om bijna te overleven, als het ware. Ja, als je in de evenementenbranche werkt, dan sta je, in ieder geval als je zeg maar on-site bent, dan sta je continu in stressmodus. En een voorbeeld daarvan is, bijvoorbeeld bij de Zwarte Cross deed ik de artiestenbegeleiding, artist handling noem je dat, van het hoofdpodium. En dat was in het jaar dat Black Eyed Peas daar stond en Scooter en echt dat kaliber artiesten. En als zij dan champagneglazen willen, en je kunt op dat moment, er zijn champagneglazen besteld, maar er zijn de verkeerde geleverd. Nou, dat geloof ik maar, dan sta je echt in volle stress. Want zo'n artiest zegt gewoon, ik ga het podium niet op als ik de champagneglazen niet heb. En dan is het zoeken met, of ja, roeien met de riemen die je hebt, dan ga je dat hele terrein rondrennen op zoek naar of ergens een eetkraampje of een persoon misschien plastic champagneglazen bij heeft. Uiteindelijk heb ik dus allemaal restaurants in de omgeving afgebeld. Hoi, met mijn non van de Zwarte Cross, mogen wij 6 champagneglazen van je lenen? Tot er een restaurant zei, best goed, kom we ophalen. En dus iemand met een golfkarretje die kant ingestuurd. En hadden we onze champagneglazen en is de artiest alsnog gewoon het podium opgegaan. Maar ja, dat gebeurt gewoon continu. Je moet gewoon, als je in de evenementenbranche zit, rekening houden met het feit dat alles niet gaat zoals je zou willen. Je kunt zoveel mogelijk voorbereiden, maar er gaat altijd wat mis. Dat is gewoon zo. Ja, zo. Ja. Wat een moment zeg. Dan kan ik er wel een boek over schrijven hoor. Dat geloof ik ook heel graag. Ja, zo. Oké, gaaf. Jezus. Ja, mooi dat je ook zegt. Je moet inderdaad flexibel zijn. Je moet je aan kunnen passen. Heel veel stress.
Als je nu terugkijkt op hoe jij je carrière hebt gelopen van eigenlijk het vierde jaar tot aan waar je nu bent. Zou je nog een soort boodschap willen geven aan onze luisteraars? Ja, en dat is... ga voor je eigen pad. En dat klinkt zo lekker als een open deur. Maar ik heb me echt gerealiseerd dat op het moment dat ik voelde van... Hey, ik sta op het punt om een stap te maken, maar het is niet volgens de norm. Hè? Switchen naar deeltijd, ondernemer worden. Ik heb ook vanuit de school hoedanigheid ook wel eens gewoon mensen gemaild met... Hoi, ik ben student aan Saxion Facility Management. Kunnen we een keer bellen, want ik vind je heel interessant. Als je voelt van, oké, hier ligt misschien wel een kans voor mij. Laat je dan niet belemmeren doordat andere mensen zeggen... Ja, maar dat is niet hoe het hoort. Je moet gewoon... Het hoort dat je het op deze manier doet. Ook binnen de opleiding zijn er natuurlijk allerlei kaders waar je aan moet houden. Maar als je iets wil en je vraagt om hulp, of je denkt gewoon, nou, ik ga het gewoon proberen en dan kijk ik hoe ver het komt, dan krijg je het meestal wel voor elkaar. Dus uiteindelijk is het gewoon het belangrijkste dat jij gaat doen waar jij echt heel gelukkig van wordt op jouw manier. Los van wat iedereen daarvan vindt. Dus ja. Kijk. Mooie woorden. Mooie woorden inderdaad. Ja. Ja, hè? Ja. Ja, zeker. Ik denk dat jij ook het perfecte voorbeeld bent van sla je eigen pad. Ondanks de tegenslagen, ondanks de gekke dingen die op je pad zijn gekomen, ga je wel gewoon naar het ding waar jij naartoe wilt. En dat is wel heel erg leerzaam. Ja. Ja, gaaf. Ja. Ik denk ook dat we op het einde zitten zo'n beetje. Heel erg bedankt voor je inspirerende verhaal. Graag gedaan. Mochten de luisteraars nog meer willen weten over die gekke verhalen die je hebt, dan kunnen we straks misschien nog een deel 2 gaan opnemen van 3 uur lang, waarin je alle gekke artiestenverhalen vertelt. Oh, dat is echt heel leuk. Ja, ik heb echt zoveel bizarre verhalen. Ik mag ze ook niet allemaal delen, maar ja, goed, daar hebben we het toch wel over. Gaaf, zeker, zeker. Ja, ook voor de luisteraars, mocht je echt nog een leuke vraag hebben, we zullen het e-mailadres van Manon onder onze post toevoegen. Dus mocht je vragen hebben, wees dan niet bang. Stuur gewoon gerust een mailtje. Of een berichtje op LinkedIn natuurlijk. En dat mag allemaal. Heel erg bedankt voor het luisteren. Manon, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En dan tot de volgende keer maar weer. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Leuke gesprek, jongens.